Welkom bij het Puberpanel. Iedere week leg ik een vraag van ouders voor aan 5 pubers. En deze week de vraag: hoe zorg ik ervoor dat mijn zoon zich losrukt van zijn games en naar beneden komt als ik hem roep? Ja, stel ik zit gewoon op mijn kamer dan bijvoorbeeld te YouTuben en dan moet ik altijd nu niet naar beneden komen. Maar ja, stel ik wil gewoon even nog iets afkijken, dan kan toch even 3 of 2 minuten afwachten. Dus ik vind dat echt vervelend. Dus dan echt nu moet. Nee, ik vind dat eigenlijk niet zo eerlijk. Want ja, misschien ben je wel met heel iets belangrijks bezig, dat op dat moment alleen maar kan. Dan zeg ik ja, ik ben even bezig. Ik denk dat ze meer moeten verwachten dat het dan nog even duurt en je daar ook op voorbereiden. Bijvoorbeeld als het eten klaar is, dat je dan als het bijvoorbeeld nog 30 seconden duurt, dan al roept. En dat ze dan ongeveer komen als het er staat bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat ze niet alles gelijk uit je handen moet laten vallen. Want stel, dan ben ik een filmpje aan het kijken en dan moet ik mijn iPad neergooien. En ik denk dat mijn ouders daar dan niet zo heel erg blij mee zijn als ik mijn iPad op de grond laat vallen. Dus als ik in de brugklas zit, heb ik het niet heel vaak druk met klusjes, want dat doe ik haast nooit eigenlijk. Op het moment dat je geconcentreerd met iets bezig bent, hoor je niet direct dat je geroepen wordt. Dat geldt voor ons als volwassenen, maar dat geldt zeker voor pubers. Stel je toch eens voor, je bent net met een nieuw level begonnen en dan moet je afbreken om later weer helemaal opnieuw te beginnen. Het is handiger om ze 5 minuten van tevoren te waarschuwen. Als je het zo aanpakt, dat scheelt heel veel irritatie.